Hallo, daar zijn we weer. Goedenavond. Hallo. Welkom. Het loopt al lekker door, zie ik. Jullie zijn ook lekker op tijd. Gezellig wie er meekijkt. We gaan er weer een gezellig uurtje van maken, hoop ik. Ik ga tenminste aan de slag met mijn favoriete thema. Naast het strand en zee gebeuren vind ik kerst ook altijd leuk. En dan vind ik het heerlijk om daarmee aan de slag te gaan. Ik doe het ook het hele jaar. Ik weet niet of jullie dat ook doen. Maar ik probeer elke maand sowieso twee kaartjes of tags of dingetjes te maken. Dus ik zit eigenlijk het hele jaar een beetje in het zweertje. Nou, leuk dat je toch even meekijkt, Bettina. Dag, Honnie. Dag allemaal. Ik laat het even een beetje voorlopen. Dan kan iedereen vanaf het begin meekijken. Ik ga aan de slag met de labels. Ik heb het meestal even voorgesneden, want ja, daar zit nog wel wat tijd in. En ik denk niet dat jullie erop zitten te wachten dat ik steeds aan die hendel zit te draaien. Dus dat heb ik allemaal voorbereid en ik heb wat dingetjes gesneden. Dus het zit al een beetje in mijn hoofd. En het is leuk als jullie meekijken. En misschien, nou ja, misschien vinden jullie het leuk om mijn manier van het stappenplannetje, zeg maar, om daar misschien iets uit te halen wat je ook kan toepassen. Mijn beeld is niet wazig, maar het wordt weer steeds onderbroken. Ja, heel gedoe met dat Facebook, kan daar ook niks aan doen. Hallo allemaal. Is het bij iedereen zo dat ik steeds wegval? Ja, telefoon is meestal goed beeld inderdaad. Daar ben ik inmiddels ook wel achter. Als ik zelf naar een live kijk, doe ik het ook meestal via mijn mobiel. Want op de PC is het ook niet echt ideaal. Probeer het via de mobiel dan. Maar ja, bij de meeste is het gelukkig goed. Dus het ligt echt of aan je eigen internetkwaliteit of zo, geloof ik. Ik heb er ook helemaal geen verstand van. Maar ik ga gewoon beginnen. Het filmpje is natuurlijk terug te kijken op YouTube. En het is niks spectaculairs. Dus ik ga gewoon gezellig een tag maken met wat extra dingetjes. En ik heb al voorgesneden wat ik net zei. Ik ga gewoon rustig aan beginnen. En dit zijn de labels van Crealys. Dit zijn de twee maatjes die ik heb gebruikt. Op zo'n setje zitten er zes. En per twee kun je ze dan gebruiken, zeg maar, zodat ze mooi erin vallen. En ik vind ze echt super. Ik heb ze volgens mij bijna allemaal. En ik kan nooit kiezen welke. Maar deze keer heb ik voor een beetje een kriebelig randje, zeg maar, heb ik gekozen. En daar ga ik mee aan de slag. Ik ga daar, nou ja, wat leuke papiertjes van Snowy Winterland op plakken. En ik heb hier al ook een hoop dingetjes gesneden. En gestanst. En jullie hadden van de week al mijn bloemetjes kunnen zien. Ik heb ze nog even wat mooier bewerkt. Ik had er kraaltjes in gedaan. En ik heb ze met de Snow Crystal Pen. Heb ik de randjes, maar ik weet niet of dat te zien is. Ik zal even proberen. Maar dat glinstert. Maar ik ben bang dat ik dat niet goed in beeld krijg.
Een andere misschien, er zit misschien wat meer op. Maar ik heb de randjes van al die bloemetjes, zeg maar, van die blaadjes, heb ik ingesmeerd met deze Snowy Crystal Pen. Er zit een glittertje in, zodat hij nog meer bling-bling krijgt, zeg maar. Dus dat is wel een leuke manier om die pennen te gebruiken. Ik had hem nog niet gebruikt, maar nu werd het toch wel eens even tijd. Dus die ga ik straks ook erop verwerken. Wat ik eerst ga doen is een beetje kliederen met gesso. Het is zo niet mijn dingetje, maar ik vind het met een sneeuwkaartje natuurlijk wel leuk. En ik smeer altijd te veel. Dus ik moet leren wat minder erop te doen. En dan ga ik deze alvast opplakken. Als ik er niet te veel op doe, dan kan ik hem ook gewoon meteen opplakken. Hoeft niet eerst te drogen. Ik probeer een beetje. Kon je me niet vinden? Nou, als we een live doen, dan is het altijd. Zetten we het meteen vast in. Nou, voorheen heette het aankondigingen. En nu is het, geloof ik, uitgelicht of zo. Dus als je daarop klikt, dan zie je meestal het filmpje wat bezig is. Is misschien handig even om te weten. Zo. En wat ik ook doe nu is de achterkant beplakken. Straks zal wel duidelijk worden waarom ik dat doe. Meestal doen we het natuurlijk niet, een achterkantje plakken. Daar zie je niks meer van. Maar in dit geval gaan we dat wel even doen. Ik ben helemaal blij met deze lijm. Die had ik nog niet gebruikt. Dat staat dan maar te wachten. En dan maak ik eerst de andere op. En ik wou deze eens een keer proberen. En ik ben helemaal blij. Dit is die van Nuvo. En ik vind hem helemaal toppie. En deze dus op de achterkant. Je zou eventueel ook de label zelf natuurlijk nog met gesso kunnen doen. Maar dat sla ik nu even over. Dat kan misschien altijd nog. En ik doe dat met nog een label. En ik maak er dus twee. Maar ze worden straks aan elkaar verbonden. Om het maar even. Oh, kijk, daar ga ik alweer met veel te veel. Ja, op de mobiel is het vaak prima. Bettina heeft alweer een link erin gezet. Helemaal fijn. Dus natuurlijk in de shop vind je weer mijn live uitzending onder Facebook Live. En wat voor artikel ik allemaal zoal gebruikt heb. Ik heb geprobeerd alles erin te zetten. Soms wil het wel eens iets doorheen glippen. Maar dan vraag je dat gewoon en dan zal ik hem alsnog vragen of ze die kunnen toevoegen. Of dan help ik je even. Zijn er meer fans van labels? Ik vind het altijd zo leuk. Als er nieuwe labelstansen uitkomen, dan moet ik ze ook altijd hebben. Ook al lijkt die weer op een andere. Ik vind het heerlijk om mee te werken. Oh, lekker. Ga je aan de haché? Nou. Daar wordt het wel een beetje weer voor zo langzamerhand, hè? Nou, deze plak ik op die. Dan kan deze voorlopig even aan de kant. En deze lijm is wel fijn doordat je nog toch nog iets kan schuiven. Dat vind ik wel prettig. Dus deze leg ik even aan de kant. Niet te ver weg, want dan vind ik hem straks niet terug. Dan ga ik op deze ga ik werken. En ik had al een klein beetje wat ideetjes. Zoals als jullie mij een beetje kennen. Marianne vindt labels ook gaaf. Ja, ik ben gek. Ik wil ze ook overal in. In boekjes vind ik het heerlijk. En nou ja. Ik kan mijn weg er wel in vinden, laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd een beetje van de laagjes. Ik vind het leuk om het papier op deze manier te laten zien. En ik heb al wat voorgesneden. Wat ik vaak wel doe met deze. En dat is weer de andere manier zoals jullie doen, heb ik wel begrepen. Ik ga hem eerst distressen. En daarna ga ik nog even met gesso eroverheen. En met inkt doe ik het juist andersom. Met de bruine inkt ga ik eerst inkten en dan ga ik distressen. Maar zo heeft iedereen zijn eigen naadjes, denk ik, in deze hobby. En deze wil ik, nou, dat is een lang stuk, dus die wil ik denk ik een beetje zo.
En dat Snowy Winterland, ja, ik ben er echt helemaal gek van. Ik vind hem zo leuk. Even kijken, deze ga ik zo doen, denk ik. Oh, jullie zijn zitten lekker over eten te praten. Nou, ik krijg meteen trek. Wij eten altijd al vroeg. Om een uurtje of vijf zitten wij meestal aan tafel. Dus ja, dan. Oh, ik wil hem al plakken. Nou, weet je, dan moet ik toch eerst deze even doen. Meestal leg ik het dus eerst neer. Maar praten en breien gaat niet altijd op. Maar dit kan ik eerst wel even. En ik zie al dat ik wat vergeten ben, want ik wilde ook nog een randje. Ik had ook een van die mooie stansen van Studio Light, dat ik nog steeds niet gebruik. Dan weet ik niet of dat met deze lijm ook gaat, of je nog even wat los kan peuteren. Dus dan zet ik even mijn. Ja, kijk. Een klein randje. En zo zie je maar weer, zo ben ik dus de hele tijd als ik met zoiets werk. Ben ik dus aan het losfriemelen, want dan schiet me dat weer te binnen. En dan zie ik weer wat. Oh, dat wil ik ook even gebruiken. Ik denk dat voor heel veel mensen dat wel herkenbaar is. Maar kijk, niks beschadigd. En dan heb ik toch nog een leuk randje. Hoe leuk is dat? Dat is toch weer net even anders. Nou, deze had ik al een beetje lijn erin gedaan. En dan doe ik die een klein beetje schuin op de tag. Zo, of op de label tag. Zo. En zo zie je alweer twee, drie lijntjes van deze lijn. Die is toch prachtig. Nou, deze is natuurlijk ook mooi, hè. Een stukje script zit erop. En sneeuwvlokjes vind ik ook altijd zo leuk. En die wil ik denk ik maar zo doen. Maar ik had ook nog een stukje ribbelkarton. Dat lag eigenlijk al in de prullenbak. Maar dat past er toch nog. Nou, een beetje knipwerk hieronder. En dan komt toch dat kraafkleurtje weer een beetje terug, wat ook als basis in de label zit. Nou, is jammer Corine. Volgende keer beter hoop ik. En ja, ik ben ook altijd van de muzieknootjes, dus die leg ik er ook nog onder. Kijk, dan heb je een leuke serie. En dan breekt dat zo mooi even het papiertje. Ik denk dat dat wel leuk is. Nou, dan ga ik eerst weer distressen. En dan hebben jullie al veel kerstkaart klaar? Of moeten jullie nog beginnen? Er zijn er ook genoeg. Zo. Die plak ik alvast op het muzieknotenpapiertje. Ook die heb ik gelinkt in de shop, dus die kun je ook terugvinden. En dan ga ik die er bovenop. Dus dan doe ik die ook een paar randje. En dat hoeft niet precies even groot. Weet je. Deze is natuurlijk wat kleiner, maar dat is gewoon. Het is jouw kaartje, zeg maar. En ik vind het ook wel leuk om eens een keer niet zo recht te doen. Misschien een beetje zo. Ik kan straks altijd nog vastplakken. Elke is ook bezig met deze lijn. Ja, hij is mooi, hè? Je moet nog 50 rieën. Jeetje. Dat zijn heel veel. Maar ja, leuk plaatje erop is natuurlijk ook leuk. En kijk, dit zat in een van die vellen. En daar heb ik gewoon even een ronde stans precies overheen gelegd. En ook een kraf, zodat dat ook weer terugkomt. En ik vond dat wel leuk om dat nu als plaatje te doen. Er zit er ook leuke bij als je de journal set van deze serie erbij koopt. Zitten er ook vele leuke plaatjes in. Maar ik vond het ook wel leuk om het even uit het velletje papier te halen. En rond is weer eens wat anders als standaard vierkant of rechthoek, hè? Dus dat maakt het ook weer anders. Dus ik ga deze toch ook weer even een klein beetje bekliederen. En straks natuurlijk nog even wat sneeuwvlokken met de pen. Nou, ik leg het wat hierop. Ik vind deze mag nu ook wel even een beetje. Kijk hoe leuk. Je ziet het meteen een beetje opvrolijken. En dan. Plak ik die er alvast op. Zo.
Nee, het maakt natuurlijk niet uit hè, welke kant boven, of tenminste, rond is rond. Eerst maar opplakken, zo. En dan komt deze denk ik hier een beetje ongeveer, een beetje in het midden. Of, nou, ik moet maar even kijken. Ik had nog een restje van een doily. Ik gebruik nooit hele doilies, zeg maar. Dit is deze van Studio Light. 385 geloof ik het nummer. En ik gebruik altijd maar een helft. Dus de rest gooi ik in een potje en dan kan ik vaak zo even wat terugpakken. Wat ik denk van nou, dat past er wel bij. En ik denk dat dit wel leuk is om hier een beetje te doen. Beetje zo. De bloemen had ik natuurlijk. Oh, dat wil ik ook nog laten zien. Ik zie ineens mijn takjes. Ik weet niet welke stans dit is, want het is al een oudje, denk ik. Kijk, ik heb die takjes zitten eigenlijk gewoon als je de achterkant kijkt, zie je natuurlijk allemaal die rondjes. Dat zijn besjes. En normaal moet dat rood zijn en had dat hier ook wel bij gekund. Maar ik had laatst deze besteld van Studio Light. Die zijn nieuw. Effect Snow heb ik de is deze. En heb ik dus allemaal een druppeltje op die besjes gedaan en even laten drogen. En zo heb ik gewoon witte besjes. En het is ook heel snel droog. En dat doet het natuurlijk erg leuk straks bij die bloemetjes. Om die er een beetje speels op te verwerken. Kijk, en deze ben ik dus nu ook vergeten, want die wilde ik daar doen. Maar misschien dat ik hem er gewoon achter bevestig. Want daar zie je straks niks meer van. Zie je? Dat ben ik dan weer. Ik vergeten, maar dit is te ver om los te peuteren, zeg maar. Dus ik denk dat ik deze gewoon zo er even achter plak. Dus dan ga ik één puntje even een beetje belijmen. Wat een raar woord, belijmen. Is dat dan wel een goed Nederlands woord? Geen idee. En dan plak ik die alvast een beetje. Nou, puntjes nog een beetje kunnen zien. Dus dit wordt wel een beetje een tag die een beetje uitsteekt. Plakt het er een beetje door, ja. Nou, kijk. Dit is ook dat is een oudje van Studio Light. Ja, Gesine, dit zijn echt hele leuke labels van Crealize. Zo tof. En er zijn heel veel verschillende. Ik denk wel 8 verschillende. En je hebt ze grote, een setje met kleintjes en een set met grotes. Dus je kan alles mooi combineren. Dat maakt het zo handig, vind ik. Ik heb bloemetjes gemaakt. Ik denk dat ik eentje ervan wel even hier zo doe. En ik vind het jammer dat jullie dat glinster niet kunnen zien. Want hij glinstert zo mooi. Maar misschien straks als ik een foto maak als hij af is, dat het wel maar. Dat heb ik dus gedaan met, waar is mijn flesje? De Snow Crystal Pen. En dan heb ik gewoon in het midden kraaltjes gedaan. En daar heb ik dus op die blaadjes dat spul gedaan. En ik wilde een bloemetje daar. En ik ben ook altijd gek voor touw. Want dat kleurtje past natuurlijk weer bij het craft. En die leg ik er dan maar een beetje achter, denk ik. Even kijken, die heb ik al gestrikt. Een dubbele strik, zeg maar. Touwtje dubbel gedaan, bedoel ik. En dan strikken. Heb je iets meer body, zeg maar, als zo'n dun touwtje. En als je die dan hier doet, kijk. Dat is toch wel leuk zo. Oké. We gaan verder. Ik had. Oh ja, die andere bloemetjes moeten nog een plekje. Nou, die gaan natuurlijk. Oh. Ik heb. Oh ja, dit moet er eerst natuurlijk zo meteen onder. Dat sis al. Dus dat gaat een beetje. Nou, wel een beetje uit elkaar. Sisal, sisal, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar dat mag best ook een beetje rommelig. En dan denk ik dat ik deze hier doe. Of een beetje nog naar beneden, kan ook. Deze mag een beetje overlappen. Zo. Kijk, en dan zijn die takjes gewoon heel erg leuk. Ik had ook nog blaadjes geknipt. Het was echt een hele onderneming om alles alvast een beetje in het hoofd te hebben, zodat ik wist wat ik nodig had. En dit zijn die plaatjes die zitten in die vellen die, met die knipelementjes. Dus en dat vond, ik wou de blauwe dit keer. Je hebt ook grijs, maar ik vond dat wel leuk een beetje afsteken zo. Dus ik denk als ik dan zo'n takje. Ben ik nog wel goed in beeld? Ja, hè? Ik schuif maar en ik schuif maar. Als je daar zo leuk een takje doet en je doet er een hulpsblaadje daarachter. Zo. Dus een avondje knipwerk zat er ook nog even in. En je mag best een beetje over het takje heen zo. Dan vult het al een beetje lekker op, zeg maar.
En ik vond deze ook zo leuk. Er zijn nieuwe van Car Deco, van die kleine standjes zijn eruit. En daar zit ook een rendiertje bij. En die mag ook best wel even een klein beetje besneeuwd zijn. Dus die heb ik ook maar even uitgestanst. En die wou ik maar uit laten steken boven die bloem. Zo. En dan hebben we nog een takje. En die takjes heb ik trouwens gewoon uit het dessinpapier gestanst. Niet uit cardstock of zo. Maar gewoon uit het papier. Met dus de Effect Snow van Studio Light. Nou, dan kan jij wel een klein beetje hier. Zo. Ik heb ook nog een stukje van Janine haar filmstrip. Misschien hierachter. Zo. Oh ja, deze labeltjes. Prutsen we er ook nog even in. Ja, ik vind het heel jammer voor degene die zoveel last hebben van het Facebook. Sorry. Nou, dit zijn de labeltjes. Die komen dus uit die journal set. Zit een hele leuke. Dit bijvoorbeeld zit er ook in. En ook al allemaal van dit soort labeltjes. Dus die vind ik dan ook wel leuk om die nog. Kijk, want je ziet dus hier dat die afgeknipt is. En dat is natuurlijk niet zo netjes. Dus als ik deze dan een beetje erin stop aan deze kant. Dan zie je daar geen rare. En dan die daar. En dan doen we een donkere erop. Kijk, dan kan ik er straks nog een klein touwtje misschien bij doen. Nou, dan denk ik dat mijn tag al. Oh, een tekst. Moeten we die er nog in doen? Nou, weet ik even niet waar deze van is. Ik dacht van Elizabeth Craft, maar dat weet ik niet zeker. Dus deze vind ik dan wel leuk, denk ik, om die straks zo te doen. Maar dat weet ik nog niet. Maar ik denk dat ik eerst maar even moet plakken. Ik zet even mijn tang aan, of mijn lijmpistool bedoel ik. Dan kan ik zo plakken. Want wat is nou de bedoeling? Ik heb hier ook nog. Ik zag dat ze Janine die in de webwinkel al op een gegeven moment zet. En die vind ik zo leuk. Kijk, dit zijn gewoon een soort met lucifersdoosjes. Zijn er in twee maten. Dit is de grootste. En daar zitten er drie van in een verpakking. En dan heb je ook nog kleintjes. En dan heb je er vier in de verpakking. En dan wil ik deze eigenlijk nog even beplakken. En niet alles, maar in ieder geval even de binnenkant van het doosje. Dat doe ik een klein beetje sneeuw, maar er komt toch wat in. Dus dat zie je niet. Die heb ik al een beetje op maat gesneden. Want dit zijn natuurlijk leuk stukjes om restjes op te maken. Bij mij gaat er nooit wat in de prullenbak. Pas als ik helemaal klaar ben met die lijn. Als die lijn echt mijn neus op een gegeven moment uitkomt, dan denk ik van nee jongens, dan gaat alles weg. Nou, dit gaat even zo. En weet je, ik doe even nog geen sneeuw. Want het is nog te nat en ik moet steeds tegenaan drukken. Kijk, en dan heb ik die ook maar vast gedaan. En dan is het doosje netjes beplakt. En dit is dus een creatie die je niet kan opsturen. Ja, of in een doosje. Dat is natuurlijk wel te doen. Ik krijg ook altijd de vraag als ik dit soort dingetjes maak van ja, maar dat kan je toch niet opsturen? Nee, dat klopt. Het kan wel natuurlijk. Maar ja, dan ben je 6,95 kwijt of zo. Of 7 nog wat tegenwoordig al. Maar ja, weet je, ik heb ook genoeg vriendinnen en zo. Die ik gewoon persoonlijk wat geef. En dan is natuurlijk zoiets wel heel erg leuk om even te laten zien dat je echt even moeite hebt gedaan om haar iets leuks met de kerst te geven. En dit is natuurlijk, dit is dan kerst, maar je kan natuurlijk ook voor Happy Birthday met andere papiertjes kun je zoiets maken. Nou, Carine bedoel ik, sorry. Maar ik kreeg heel vaak de vraag al van, kun je niet eens een keer iets maken op jouw manier, hoe jij het iets opbouwt? Want iedereen doet het natuurlijk anders. En vandaar dat ik dacht, weet je wat, ik bereid al het een en ander voor. En dan wordt het toch altijd anders. Maar in ieder geval ga ik mijn best doen om het een en ander voor te bereiden.
Kijk, die zit al, die past. En ik doe ook de zijkantjes van dit doosje even. En, die moet wel even een winterslookje. Maar toen dacht ik van, nou weet je, ik maak eens gewoon weer eens even iets wat mijn manier van werken is. En dan heb je nog de voorbereidingen niet gezien. Want daar ben ik dus echt een dag mee bezig. Eerst alles zoeken. Wat wil ik? Hoe ga ik het snijden? En dan verandert er nog wel eens wat. Of er gaat iets in de prullenbak. Dus ik ben niet, ik kan niet heel snel een kaartje maken. Dat is niet mijn... nee, dat red ik gewoon niet. Ik vind dat elke kaartje moet gewoon echt mijn aandacht. En dat, ja, daar zit dan wel even wat meer tijd in bij mij. En ik kan ook niet met 3 of 4 dingen tegelijk aan het werken. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar laatst was ik met 3 dingen tegelijk bezig. En dan moet ik daar een werkwijze voor maken. En dan ben ik gewoon helemaal de kluts kwijt. Want dan haal ik alles door elkaar. Dus dat doe ik ook niet de tweede keer. En dan maak ik een werkwijze van het een. Terwijl het de foto's van de ander zijn bijvoorbeeld. Dus ja, dat was niet handig. Nou, dit is ook klaar. Dan neem ik aan dat mijn lijmpistool ook wel... die ga ik zo verder maken. Die kan even lekker drogen. En dan ga ik deze vast maar in elkaar zetten. Zodat ik daar niet meer over twijfel. Even een beetje ruimte maken. Zo. Even kijken of die al warm is. Had er wel weer een stukje in, zie ik. Ja, daar komt hij. Dan ga ik eerst die bloem doen. Want die zit al op zijn plek. En die kan ik zo vastmaken. Eerst het touwtje even. En dan een druppeltje extra. En die gaat. Die bloem trouwens is trouwens een oudje van Marianne Design. Daar kreeg ik ook al vragen over toen ik hem van de week erop zette met de kraaltjes. Dat is een oudje van Marianne Design. Ik weet niet of die nog leverbaar is. Maar het is wel, ik moet eerlijk zeggen, het is een van mijn echt mijn favoriete kerstroosjes. Poinsettia. Is dat het zo'n moeilijk woord? even kijken hoor. Dit haal ik even weg. En dan zit ik een beetje vast aan mijn touw. Daar was ik al bang voor. Zo. Dit even aan de kant. En dan kan ik eerst die andere even vastzetten. Die eerst. Die doen we gewoon met lijm. Eigenlijk kan je dit ook wel met verhoging doen. Dat je dit met foam doet. Maar in dit geval hou ik het een beetje laag, zeg maar. Ik kan het ook met een lijmpistool doen. Nou, die laat ik zitten. Die plakt vanzelf mee als ik deze erop plak. Die hoeft ook niet helemaal vast zo. Kijk. En deze zouden we hier doen, hè. Zo. Maar wel een beetje dat die... Als ik dat stukje er nou afknip. En dat is misschien toch een tip, hè. Om dit soort malletjes, als je hem gestanst hebt, gewoon... Je hoeft maar een helft te gebruiken vaak. Dus het is zonde om dan de andere helft erachter weg te plakken. Want daar zie je niks meer van. Als ik dan van dit ook het laatste stukje eraf kan, dan is in ieder geval hetzelfde. Dus die doe ik zo. Die, en dan moeten die er nog achter, maar die kan ik er zo wel achter schuiven. Dus dit doe ik even met een lijmpistool. Zo. En dan moet ik wel zorgen dat het huisje recht zit. Zo. Even kijken of ik nog... ik kan niet wennen aan het lijmpistool hier. Nee, ik ben weer bij de 3D-kit. Ah, dat is wel inderdaad frappant. Want het is niet echt heel lastig, dacht ik. Nou, dan ga ik hier een stukje van afsnijden. Want door dat lijmpistool kan ik het niet verder duwen. En dan kan ik misschien de andere kant nog een keer gebruiken. Kijk zo. Dan past die wel. En die. Zo. Die plak ik straks wel even vast. Wat moest ik nou nog doen? De bloemetjes, denk ik, hè? Oh ja, en de sisal moet eerst. Zodat ik dat even kwijt ben. En dat ga ik een beetje hier doen. Eerst maar een klein beetje. Door de bloemen zometeen zit hij wel vaster, maar dan blijft hij even op zijn plek. Zo. Ziet er nou heel rommelig uit, denk ik.
Even een beetje van dichtbij laten zien. Net een dot haar. Ja, die lijndraden is soms wel een beetje lastig. Maar wat ik dan wel vaak doe is dus ik druk hem in. En dan ga ik via het blaadje trek ik hem weg. En dan heb je niet zoveel last van de draden. Dat scheelt vaak wel. Dus dan doe ik in het midden een dotje. En dan veeg ik hem eigenlijk als het ware af aan de onderkant van zo'n stukje papier. En dan heb je minder draden. Ja, als je snel werkt, ja, dan is het wat lastiger. Kijk, nou, dat wordt al wat, hè, zo. En dan had ik nog meneer het hertje, het rendiertje. Die ging erachter. Nou, kijk hoe leuk. Die gaat even gluren naar binnen. Zo. En dan hebben we deze nog. Klein beetje. Je moet ook een beetje handigheid in die lijmpistool krijgen, hoor. Dat is echt wel zo. Oh, ja, moet er een beetje verder in. Zo. Laat die andere. Kan die daar nog of wordt dat rommelig? Nee hoor, dat mag best. Nee. Beetje omhoog. Zo. Leuk zijn die takjes, hè? Zo met dat wit. Het steekt ook leuk uit zo. Tenminste, vind ik leuk. Nog wat. Hoe heet ze? Hulsplaatjes. En ze hoeven echt niet veel. Lijnpistool, zeg maar. Want het plakt al heel snel. En deze gaat maar aan die kant. En dat is handig als je alles van tevoren knipt. Dan kun je zo lekker een beetje plakken. En hoef je niet eerst te knippen tussendoor. En ik vind het altijd een leuk werkje op de bank. Zo. Ik ben nog niet helemaal weg van die tekst. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik vind die wat te groot. Misschien moet ik wat anders verzinnen. Want dit is niet zo. Wel. Wat vinden jullie? Tell me, wat vinden jullie hiervan? Oh ja, met Pergomano zit je daar natuurlijk ook, ja. Ik weet nog niks met die. Dit is het nog net niet, geloof ik. Dan kan ik hier nog een blaadje kwijt, zo. Ja, dat gaat ook nog lukken. Dan doe ik aan beide kanten een druppeltje. Zo. Niet zo, hè, die tekst. Nee. Oh, wel die tekst. Oh. Oh jee. Wat ik nog wel kan doen, misschien, is maakt dat het een beetje. Oh, ik zal even dat takje ietsje vastzetten aan de onderkant deze. Want anders ben ik bang dat die afbreekt als ik hem niet even een puntje vastzet. Dus heel een beetje op het papier. En dan zet ik hem vast. Zo. Wat ik wel kan doen is misschien hier. Ik heb nog een stukje kaaslinnen. Daar ben ik ook zo gek van. Misschien even achter die tekst wat plakken. Lekker rommelig. Ook maar een klein stukje. Vaak maakt het dan alweer heel anders. Even kijken. Gewoon hup, plak. Oh, die eraf. Jullie vinden de tekst wel mooi? Ja, oké. Okay. Nou, dan ga ik die daar toch doen. En doe ik dat even met een stukje foam. Ik denk dat ik nog een stukje heb. Knip ik hem even door de midden, het lesje. Die komt dan wel iets hoger. Dat is natuurlijk net even wat mooier met een stuk tekst. Zo. En dan zal ik je zo laten zien wat ik met het doosje ga doen. Maar ik denk dat jullie misschien al een vermoeden hebben.
Ik vind het wel leuk om hem recht te doen, hè? Dat is wel leuk, want schuin wordt alles zo schuin. Moet ik hem zo doen? Schuin of recht? Oh, dat is wel slim, Theresia. Wat vinden jullie? Moet hij zo of moet hij zo? Tell me. Recht of schuin? Recht, 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 schuin. Ik laat het nog één keer zien. Dit is recht. Beetje zo. En dit is schuin. Doe dan maar schuin. Schuin. Nou, daar zijn de meningen dus weer over verdeeld. Ik ga even nog zelf kijken. Zo of zo. Ja, ik denk dat ik. Ja, inderdaad, bij recht. Omdat dit nogal. Ik kan dat er ietsje omhoog doen. Zo, ik ga hem inderdaad zo doen. Hoppakee. Nou, dan ben ik al een heel eind. Kijk. Ik denk dat er dan niet echt meer wat op hoeft, hè? En wat ik nou wil doen, is deze, die komt straks. Wat is de achterkant? Nou, deze. Die komt straks zo ertussen. Of tenminste aan de achterkant. En dan wil ik het doosje wil ik hier tussen plakken. En dan maak ik hier ook nog een leuk tafereeltje in. Dus als je dan even het doosje zo doet. En dan plak ik deze hierop. Wil ik er een hengsel aan maken van lint. En dan kun je hem zo hieronder open trekken. En dan heb je een soort kijkdoos. Ja, de kleur inderdaad wijkt af. Maar het hoort wel bij het papier. Dus vandaar dat ik hem ook. En dan hierachter zit ook dat lichtblauw. Dus vandaar dat ik hem toch in die kleur wilde. Dus ik leg dit heel even apart, want ik wil nog even, dit doosje wil ik ook nog even wat opvullen. En hoe ga ik dat doen? Ik denk, ik had wat sneeuw. Waar heb ik mijn sneeuw? Kijk, ik heb sneeuw en ik had een nieuw boompje die we bij Hobby Vision net binnen hebben. In het groen en in het wit. Die wil ik dan een beetje hier inzetten. En wat heb ik nog meer? Ik heb ook een sneeuwrandje die ik even daarop wil plakken met een stukje foam. Maar ik doe eerst de bodem, vind ik leuk om die een beetje met sneeuw te doen. Dan weet ik niet of deze lijm sterk genoeg is. Dus ik ga heel even, heb ik nog niet geprobeerd, ga ik voor de Tacky Glue. En dit is, moet ik eerlijk zeggen, niet een nieuw idee. Ik heb hem al eens eerder gemaakt. In kerst en in winter. En ik dacht van het is wel leuk. Nu heb ik kant-en-klare doosjes. En die kun je er ook heel goed voor gebruiken. En zo heb je dus kun je een leuk cadeautje. Je kan natuurlijk ook zeggen ik maak er niks leuks in. Ik doe er een cadeaukaartje in of zo. Is natuurlijk ook heel erg leuk. Even flink klein. En dan zal het hier zo een bende worden met deze sneeuw. Maar ik vind het wel leuk om de bodem even een beetje wit te maken. En daar is de sneeuw van Marianne Design wel heel erg leuk voor. Maar ik ben bang dat straks mijn hele bureau eronder ligt. Nou, dus niet niezen, niet blazen. Allemaal even de adem inhouden. Zo. Het overtollige kan ik er zo wel weer af. Zo. Want het is wel leuk natuurlijk als het een beetje een besneeuwd iets is. Ja, ik gebruik ook veel Tacky Glue hoor, maar ik had die Nuvo lijm had ik besteld om eens gewoon te proberen. En ik vergat hem elke keer. En nu dacht ik van, dat wil ik toch even doen. Maar die is echt ook heel fijn. Maar met sneeuw weet ik niet hoe die werkt en dat weet ik wel met Tacky Glue. Dus vandaar dat ik nu heel even kies voor de Tacky Glue, zeg maar. En even goed aandrukken. En dan gooi ik hem even leeg. Nou, gewoon in mijn bakje. Zooi. Er valt niet eens zoveel meer af. Dus dan heb ik een mooie bodem van sneeuw. Ik zet hem even er tegenaan. Dan kunnen jullie een beetje meekijken. Wel even weer dicht doen. Jullie mogen weer ademhalen en weer niezen. Alles is weer onder controle. Ik had nog een flesje. Hebben jullie die al gezien? Kijk, die kleine flesjes hebben we nu ook. En die balletjes, zal ik even eerlijk zeggen, die komen uit.
Je hebt van die kussentjes die voor je nek zijn. En als je daarin knijpt, voel je al dat het hele aparte spulletjes is. En daar zitten dus deze kleine balletjes in. Nou, en hoe leuk zijn die om die voor sneeuw te gebruiken? En die wil ik er dan ook in zetten. Misschien daar. Maar, nou had ik net ook nog. Oh, hier, een houten boom. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar ik dacht dat ik die er maar achter moest plakken. En deze ervoor, een mooie witte. Dan wil ik nog een. Ik heb nog wat belletjes. Dus ik ga denk ik eerst maar beginnen met de boom te laten sneeuwen. Dat is natuurlijk ook wel leuk om die een beetje raar als je in een sneeuwlandschap geen boom hebt die geen sneeuw heeft. Dus dat wil ik ook even doen. Wat ik me net zit te bedenken, dat ik nog even met de Posca-pen even wat sneeuw zo meteen moet maken op die tag. Zodat je wat echte sneeuwvlokken hebt. Zal ik zo even laten zien. Nou, kijk, dit is wel leuk zo. Dan is hij toch een beetje vochtig van de sneeuw. Nou, doe ik dat hout ook maar even met de tacky glue. Ga ik die alvast op de achtergrond erin plakken. En je hebt natuurlijk heel veel leuke dingetjes, hè, om te gebruiken. Ik dacht dat ik ook nog een rendiertje. Ja, zie je, er zit ook nog een rendiertje in. Dus misschien kan ik die er ook nog in plakken. Deze komt aan die kant. Het past er ook net in, zie je dat? Dat is leuk. Zo. Kijk, en ik heb deze ook nog. Die zal ik laten zien. Kijk, hoe cute is die nou? Het rendiertje van Tim Holtz. Dat is toch toppie. Waar is mijn boom? Hier. En als je goed ziet, hij glinstert het ook nog. Als je het een beetje kan zien. En dan wil ik deze hiervoor doen. Nou, meteen zal ik die met een lijmpistool doen. Zou dat helpen op dat sneeuw? Ik weet het niet. Ik ga het gewoon proberen. Gewoon een flinke dot. En dan plak ik hem er gewoon in. Kijk. Nou, wordt al leuk, hè? Hatsjoe, potverdikkie. Nou, zie je, dan ligt alles los, al die sneeuw. Nou ja, ik had wel gezegd dat dat mocht, hè? En dan vind ik het denk ik toch wel leuk in plaats van dat flesje om het rendiertje erin te doen. Want dat flesje wordt een beetje vol door die boom. Dus ik ga even zijn pootjes warm maken. Dan hoop ik dat hij ook blijft staan. Kijk, en dat met die lijmpistool en die pootjes, dat krijg je met denk ik gewoon een lijm niet voor elkaar. Even in beeld, uit beeld bedoel ik. Even vasthouden. Kijk, hoe leuk is dat? Dat is toch super cute, zeggen we dan. Dan heb ik hier nog een, nou, noem je dat? Dennenappeltje. Dat is toch ook leuk. Hup, een beetje lijm. En die kan wel daar. Zo. Dan leg ik hem even zo neer. Dan kunnen jullie een beetje meekijken. Als hij niet wegglijdt, zo. Wat heb ik nog meer? Oh ja, kijk, deze hadden we ook. Kijk, dat zijn die hele kleine boomstammetjes. Nou, als ik die dan ook een klein beetje. Als het goed is, heb ik die ook gelinkt, inderdaad. Nou, het is echt erg vandaag met mijn woorden. In de shop. En ik denk dat ik die wel leuk hier een beetje voor kan leggen. En dan kan er eentje zo voor die boom. Hopelijk dat hij blijft zitten. Moet wel zorgen dat ik in het doosje blijf. Want er moet natuurlijk nog een dekseltje overheen geschoven worden. Zo. Dus daar moet je wel op letten als je aan het vullen gaat, zeg maar. Nou, kijk. Wordt al wat, hè? En dan heb ik nog. Even kijken. Ik vind deze wat te klein. Dan heb ik ook nog grote balletjes. Ik heb een beetje uitgesorteerd, niet schrikken. Kijk eens, ik heb sneeuw genoeg. Heb ik uit een zitzak ooit eens gehaald. En gelukkig hebben we ze nu in de winkel in een gewone zak. Dus ik hoef niet meer moeilijk te doen. Maar ik vind het wel leuk om eventjes wat balletjes her en der te plakken. En dat vind ik het handigst met een pincet en een druppeltje. En dan.
een beetje, hij schuift toch een beetje weg, dus ik hoop dat jullie het nog wat kunnen zien. Oh. Het is even priegelwerk, maar het is wel heel leuk om even wat accentjes met sneeuw erin te doen. Wordt die leuk? Ja? Zijn jullie tevreden tot nu toe? En je ziet dat het best wel even wat voorbereiding is. Kijk, je ziet hier al dat de sneeuw een beetje loslaat. Dus dan ga ik straks nog even een keertje langs met de sneeuw. Maar voor nu ga ik heel even door met de balletjes. Zo. Nou, nog een heel kleintje. Heb ik nog een kleintje in de aanbieding. Dat is ook wel leuk. Sneeuwballen zijn natuurlijk niet even groot allemaal. Zet ik die daar neer. Zo. Kijk. Hoe leuk is dat? En dan heb ik nog, ik had nog een sneeuwrand, die wil ik er eigenlijk ook in kwijt. Dat vond ik wel leuk om misschien een beetje hierboven te doen. Maar moet ik even kijken of, hoe ik die erin plak. Daar loopt die af. En dan wil ik hem toch, nou dat is nog te groot. Die daar. Dan zit hij niet helemaal recht. Gertie. Even denken, hoe ga ik dit doen? Iemand een idee? Help. Deze ga ik ook even een klein beetje korter maken. Zo. Misschien toch met het lijmpistool. Want ik vind het wel leuk om hier zo'n randje in te doen. Ja, als je ziet dat het kapot is, dan heb je meteen je huiskamer ook vol, hè? Ik ga het gewoon proberen of ik het misschien aan de bovenkant een randje lijm kan doen. En of je dan blijft zitten. En anders moet ik even wat anders verzinnen. Maar... Zo. Wel in het doosje. Zo. Nou, dit is niet echt een succes volgens mij. Oh ja, daar plakt hij. Dan moet ik daar straks even wat sneeuw misschien strooien. Maar zo, oh, zo is hij toch al leuk, hè? Ja, maar dan moet ik heel veel foam, want het doosje is best wel dicht. Oh, mijn boom die gaat los. Wat is dit nou? Schrik een hoedje van. Even nog aandrukken. Maar ik kan hier dan straks een beetje sneeuw doen. Als ik daar ook een beetje met het lijmpistool doe en dan wat sneeuw erop strooi, dan is dat denk ik ook weg. Kijk. Nou, ik denk dat die vol zat is. Nou zie ik hier ook een sliert van mijn lijmpistool. Dus kan je wel zo weghalen. Ja, precies. Dat is ook een idee. Van dat 1 centimeter en dan rillen. Dat kan ook. Ik laat hem eerst even zo zitten, zodat jullie het toch kunnen zien. Hij zit vast. Nou, en die kan dus dan in het doos, in het houdertje geschoven worden. Zo, weg. En dan plak ik die dus achter mijn label. Kijk. En dan komt deze. Daarom heb ik ze alle twee gedaan, omdat je hier natuurlijk, ja, dit is nu niet zo mooi, maar ik maak ook fouten. En dan komt deze zo. En dan wil ik nog even een hengsel maken. Zal ik dat eerst doen voordat ik hem plak? Want ik kan er nou nog bankaf bij. En doe ik aan de buitenkant. Zo. Dan kan ik hem later nog beplakken. Even een stukje tape. Even kijken. Dan kan ik hem later, wil ik hem nog met papier beplakken. Want ik had hem eigenlijk in het doosje moeten doen, maar... Kijk, aan de bovenkant doe ik dat over, of doe ik het aan het doosje. Even kijken. Nee, ik doe het hierin. Kijk. In de binnenkant is het nog beter, denk ik. Of kan ik hem dan niet meer schuiven? Even kijken. Nee. Nee, dat wordt hem niet. Doe het even anders. Deze moet ik even losmaken. Daar had ik dus nog niet aan gedacht. Hey, hoop ik dat dat lukt. En anders moet ik daar een nieuw stukje overheen plakken. Maar het gaat nog. Daar plak ik tape. Zo. Het is ook niet zwaar, dus het hoeft niet heel strak te zitten. Daar heb ik een stukje
een stukje tape heb ik daar geplakt. Dus aan die buitenkant van het doosje. En dan plak ik deze. Oh, die is iets te breed, het lintje. Dus dan ga ik hem aan de zijkant ietsje schuin maken. Dan past die altijd. Zo. Nou, is wel heel schuin. Ietsje minder. En dan plak ik die op. Kijk, en dan plakken we hem weer vast. Papiertje eroverheen. Zo. En dan zit het lintje mooi weg. Ja, op de achterkant kan ook. Maar kijk, als ik dit nou een beetje ook aan die kant red. En anders plak ik hier straks een ander strookje overheen. Dat kan altijd. Want dan zul je altijd zien, de ene kant lukt wel en de andere kant lukt niet. Zoals deze dus. Maar misschien als ik heel voorzichtig. Ja, kijk. Zien we niks meer van. Waar is mijn tapeje? Hier zo. Plakken we die er ook op. En dan de andere helft van het lint. Zo. Even kijken hoe groot ongeveer. Nou, niet heel groot. Dus ik denk zoiets. Andere schaar. Zo. Even schuin weg. En dan. Nou, kijk eens. Niks gebeurt. Hier nog een beetje lijn. Om het papiertje weer vast te knopen. Te plakken bedoel ik. Knopen. Kijk. En dan hebben we in ieder geval al het hengsel. Dan gaat hij er weer in. En dan komt hij eerst hierop. Dat kan ik wel doen met tape, denk ik. Ja, dat kan. Want als het zit, dan zit het. En dan zit hij meteen goed strak. En dan heb je een soort, wat is het? Kijkdooslabeltje. Kijkdooslabeltje. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En zo kun je op een leuke manier die doosjes gebruiken. En wat ik al zei, dit is het grootste maatje wat we hebben. En er is ook nog een verpakking met vier kleine. En in deze, met deze grote, zitten er drie in. En nou ja, je kan er zoveel mee doen. Ik zal nog wel eens proberen iets ermee te verzinnen. Maar eerst even dit. Ondertussen even kijken. Ja, er komt inderdaad ook nog. Oh ja, dat ben ik ook vergeten. Wat goed van jou. Ik moet echt een stappenplan voor mezelf maken, want je ziet, ik vergeet de helft. Deze gaat mooi in het midden. Ik heb hem wel aan de onderkant, hè? Ja. Even kijken, zo. Heel voorzichtig aandrukken. En dan moet inderdaad daar eigenlijk, maar dat had ik eerder moeten doen. Maar daar ga ik ook wel wat op verzinnen, dat komt goed. Ik ga eerst deze laten zien. Kijk, deze zit, oh, die moet nog even goed vast. Zo. Dit is de achterlabel, zodat je het mooi netjes hebt weggewerkt. En dan, oh, dan gaat mijn snoertje. En dan gaat deze hierop. En dan heb je al een leuk hengsel om hem ook op te hangen. Voor mijn part in de kerstboom, dat kan natuurlijk ook nog. Even kijken. Dan gaan we deze ook maar vast maar doen. Jullie hebben in ieder geval een idee. Nou ja, wat ik ermee wilde. En het is inderdaad nog de bedoeling dat hieronder een soort touwtje komt. Om hem aan te trekken natuurlijk, want anders wordt het een beetje lastig. Maar dat ga ik dan, denk ik, morgen even verzinnen. Maar dat moet eigenlijk voordat ik hem ging vullen, zeg maar. Nou, weer even de die eraf. Oh, dat is de helft. De andere helft moet ook mee. Zo. Zo. Nou, nou moet die andere erop. Wel voorzichtig en natuurlijk rechts. En net als die andere.
Even kijken. Kijken of hij recht zit hoor. Ik moet hem even in de lucht houden. Zodat ik hem recht kan leggen. Zo. Nou, kijk. Even voorzichtig aandrukken. En dan heb je je, nou ja, je kan het niet goed zien, maar zo heb je je hangertje. En nu kan ik hem, nou, ik kan hem nog opentrekken, maar het gaat niet van harte. Dus dat moet ik even iets op verzinnen. Maar dat komt goed. En ik moet hem niet stuk trekken, dat vind ik zonde. Kijk. En dan is je doosje, je kijkdoosje komt eruit. Je woont in Osrië. Goh, ik woon in Julianendorp. Ja, een touwtje met een kraat. Maar weet je, ik heb hier natuurlijk al van alles geplakt. Dus ik moet heel even kijken. Als ik alleen met een decemberpietje doe, of ik hem daarachter kan doen. Dus dan moet ik heel even kijken of dat sterk genoeg is. En anders maak ik gewoon even een nieuw doosje. Dat maakt ook niet uit. Dus dat ga ik nog wel eventjes doen. Maar nou ja, ik denk dat jullie zo wel een beetje een idee hebben van nou ja, wat mijn idee was met dit. Een label, kijkdoosje of hoe je het wil noemen. Ja, een kerstmuziekje kan je ook doen. Want weet je wat ik ook nog wilde? Het is goed dat je over wat anders begint. Ik doe een heel klein stukje terug. Ik heb ook nog de lampjes van Studio Light. Doet deze het nog? Ja. En het leek me wel leuk om die ook nog, nou ja, misschien eromheen te. Maar dan moet ik straks eerst een touwtje aan dat doosje doen, want anders krijg ik hem weer niet open. Maar ik dacht, als dat nou leuk is om dat doosje heen te fabriceren, langs het lintje. En dan hebben we nog, maar daar heb ik dus nog niet over nagedacht, want ik zag hem pas vanmiddag liggen. En toen dacht ik van, nou, misschien dat ik dat nog kan doen. Hier langs. En dan kan ik hem vastzetten bijvoorbeeld met lijmpistool. Maar dan zie je het niet, denk ik. Dan moet ik het langs de voorkant doen. Dus dat moet ik nog eens even bedenken. Dat leek me ook wel leuk om iets met lichtjes te doen. Of je doet hem langs de label. Daar moet ik nog even over nadenken. Dus ik hoop dat jullie in ieder geval weer geïnspireerd zijn geraakt door dit. Ik heb het leuk gevonden weer samen met jullie dit te mogen maken. En nou ja, wordt vervolgd. Ik ga hem morgen afmaken. En dan zien jullie het eindresultaat in de loop van de dag wel, denk ik. Dus ik denk dat ik morgen eerst moet stofzuigen en het sneeuw even moet verwijderen. Want het ligt overal. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Kijk nog even op de link die bovenaan het filmpje staat. Daar staan alle artikelen die ik gebruikt heb. Zijn er nog vragen, dan hoor ik het graag. En ik hoop tot de volgende keer. Doeg!